We zitten hier backstage bij het Moulin Blues Festival en ik heb naast me Bert Lek, organisator van onder andere een evening met de Blues in Tiel. En hij vertelt me zojuist dat hij 25 jaar Moulin Blues een van de enige is, buiten een aantal mensen van de organisatie, die al 25 jaar lang komt. Ja, klopt. Ik weet niet hoe oud ik ben. Nou, dat kan ik niet nagaan, maar in ieder geval ouder dan 25. Laten we het daar maar even op houden. Maar Bert, jij bent zelf een organisator van het Blues Festival. Je kent dit. Wat is het mooiste wat je dan, laten we het even tot Moulin Blues beperken, wat je het mooiste wat jij in Ospel gezien hebt, wat jou altijd is bijgebleven? Nou, er zijn een paar optredens, Luther Allison en mijn eigen grote favoriet B.B. King. B.B. is hier ook geweest, 98 als ik het goed heb. Ja, heel goed voor jou, ja, klopt. Wat was er dan zo goed aan B.B. King, waar je anders nooit, je hebt hem vaker gezien, dat kan bijna niet anders, maar waarom is die in Ospel dan dat het jou bijgebleven is? Nou, het was... Toen de tijd, denk ik dat het meeste publiek op is afgekomen, 6.500 man. Ze waren toen de tijd heel erg bang dat er te weinig mensen zouden komen, omdat hij ook optrad in de Ahoy. Ik heb toen de contacten gelegd tussen de jongens van Ospel en die bij Concerts. En toen hebben ze toch maar de gok gewaagd, die geweldig is uitgevallen. En de inkomsten van dat concert, ja, daar hebben ze jij op kunnen teren. En zo moet het af en toe, het toeval moet je helpen, of niet? Ja, jij bent dan geen toeval. Maar jij bent boeken, je hebt kennis in die organisatie. Hoe moeilijk is het af en toe als je een vast weekend pint, net als in begin mei, om de goede artiesten te trekken? Ligt eraan. Twee dingen. Of je kan goed samenwerken met andere mensen, of je hebt veel geld. Als je geen geld hebt, dan vliegen ze wel voor je. Ja, dat klopt. Dan kan je ze alleen binnenhalen. En de mensen van Moulin Blues die doen het dus ook samenwerken met Groningen onder andere. En zodoende zeg maar, kan je op beide plekken goede artiesten neerzetten. Wat is jouw highlight? Ja, ga door. Ja, en dat is zeg maar ook de kracht van ons kleine festivalletje. Omdat we met drie anderen samenwerken in twee weekenden. Even voor de duidelijkheid, dat is Southern Blues Night in... Heerlen en Kuik, evening, nee, de... Kuik en Zwolle. Sorry? Zwolle ook. Is dat... Zwolle ook, dan heb je er meer als drie. Ja, wij zijn dan de vierde. Drie anderen, ja? Briljant, briljant. Even over jouw persoonlijke bluesvoorkeur. Die ligt toch een beetje meer in de wat oudere Delta Blues dan in de bluesrock. Klopt, ja. Ik vind sommigen niet te versmaden, maar ja, ik hou toch liefst zeg maar, dichter bij de roots, de zwarte mensen. Want ja, die zijn eigenlijk mee begonnen. En er zijn er toch al zo weinig, en er wordt al helaas zo weinig zwarte blues gebracht in Nederland. En dat heeft ook zijn voordelen, hebben wij dus nu zelf gemerkt. Dat de mensen kwamen echt van heiden en verre naar Tiel toe. Omdat ze dat vonden, en dat vond ik echt een compliment, daar ben ik heel trots op. Een kleine blues is te vette. Dan heb je nu ook de kans om het recht te trekken, alcohol en bluesrock? Ja, maar... Ik drink bijna geen alcohol. En nou, het valt best mee hoor, de bluesrock hier. Nee, maar je weet waar ik op doe. Je bent kennelijk gequote in de Gelderlanden, maar misquote. Nou, dat is niet waar hoor, het is heel simpel. Ik weet niet meer wie dat was. Die heeft op een gegeven moment mij gemaild. En toen heb ik uitgelegd van hij heeft een hele alinea samengevoegd tot twee zinnen. Ik had gewoon simpel gezegd van... Dat zeg ik altijd, zeg ik nu weer. Een schouwburg, een theater, is toch een drempel. Voor mensen zeg maar, die keet willen trappen en nogal wat willen drinken. En ik had het dus ook gezegd, ja, bluesrock, dat kan je niet maken in een theater. Want er gaan de muren scheuren. En de mensen, de medewerkers van het theater, die willen niet blootgesteld worden aan de meer dan 50 decibel. En die, dat komt dus niet binnen. Maar 50 decibel is niet veel nu. 50. Oh. 50. 50, ja. Mijn kopieermachine tuin geeft meer dan 50 decibel. Ja, nou 50 decibel is veel hoor. Maar zo liggen de regels klaar. En ik weet ook zeg maar het publiek wat bij ons komt, komt niet hier. En andersom ook niet. Toch gewoon, voor alles is er een markt, toch? Ik wou net zeggen, iedereen is, blijft zo in de blues in de wereld. Even en dan sluiten we af. Waar is, welke band kom jij voor dit weekend? Waar je zegt van die wil ik per se zien. Een paar, de Paladins, Paperboy, Eli, Paperboy Reed, wie hebben we nog meer? Manish Boys, dat vind ik mooi. Manish Boys? Ja. Oh, dat is wel leuk. Dat is leuk. Dan zien we nog eindig van zijn.
mensen. Ik ben benieuwd naar Eli Paperboy Reed nu. Ik was eigenlijk los Lonely Boys, maar ja. Nee, Eli Paperboy Reed heb ik vorig jaar gezien in de Melkweg. Top. Ja, geweldig. Gaan we zo opnemen. We gaan nu naar Johnny.